als je niet uitkijkt, dan ben je dus alleen maar met taal, lezen en rekenen bezig. En zijn die kinderen op hun plek. Maar de kinderen die creatief zijn, die geïnteresseerd zijn in andere dingen, die sla je dan wel eens over. En die kan je juist ook bij die vakken betrekken en belangrijk maken en ze rechtop laten zitten in de klas. Maar juist voor hun persoonlijkheid is het zo heel erg goed. Je leert zoveel dingen binnen de kunst en de cultuur. Je emoties leer je uiten, je wordt empathisch ervan, je hebt respect voor elkaar. Ja, en tegelijkertijd die hele creatieve kant, die wordt van zoveel kinderen niet gezien. En die zie je in dit soort lessen opbloeien. En die kan je dan ook belangrijk maken. Dat vind ik belangrijk van kunst en cultuur. Kinderen creatief prikkelen, dat leert door naar hoofdprestaties. Als je met kinderen gaat zingen of kinderen gaat bewegen of met kinderen een toneelstuk maakt, dan leren ze daar gewoon heel veel van. Sociale vaardigheden. Ik denk dat creatief bezig zijn en fantasievol bezig zijn, dat een fundament is in het zijn van een mens. Ja, de wereld zou veel beter worden als kinderen, met name jonge mensen, dat we mensen leren creatief om te gaan met kunst en cultuur. Niet alleen doen, maar ook kijken. En dan zouden we veel creatiever worden misschien wel in het oplossen van misschien wel de grootste wereldproblemen. Door naar elkaar te luisteren, respect te hebben, maar ook creatief na te denken.